En de start is gevallen. We gaan naar de buitenkant kijken, want daar komt de snelste starter vandaan. Dat is de favoriet Contador en die gaat de leiding nemen. Contador is als eerste bij de bocht van het buitenste startnummer zo naar binnen. Dat kunnen maar weinigen. Action Invit gaat van de been in de eerste bocht. En zo komen de paarden in de rechterbocht met Contador voor. Uitgeschakeld nummer 2, galop en buiten de baan. Contador leidt op de tweede plaats, daarachter Avenir C. Derde is Andreas Zwageman en vierde Echo de Paris. Daarachter op de vijfde plek ligt Sir Beukenswijk. Met daarnaast in het tweede spoor Banker Transair. En laatste, ook in het tweede spoor nu, is Quarter Session met Arnold Wollema. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door in een behoorlijk tempo. En dat tempo wordt gemaakt door de favoriet Contador in de kleuren van Stal Amsterdam. Daarachter in de Nettle Racing kleuren volgt Lucas Waling, de nieuwe leerlingkampioen van Nederland. En die rijdt Avenir C. En daarachter de kleuren van de familie Zwageman. En dat is Frans van der Blonk met Andreas Zwageman. Valt er een klein gaatje naar Rob de Vlieger. Die rijdt in deze koers Echo de Paris. Aan de buitenkant daarachter volgt Banker Transair met Hans Bot. En dan aan de relingzijde Sir Beukenswijk die vandaag zijn rentree maakt. De graskoning van Nederland met Jan-Willem Kromkamp. En de laatste plaats. En die ligt nog altijd in de tweede spoor. Quarter Session en Arnold Mollema. Zo gaan de paarden voor de tribune langs. En Contador mag het tempo blijven maken. Contador doet dat met verve. Op de tweede plaats daarachter volgt makkelijk Avenir C. Eerste paard aan de buitenkant is nu Echo de Paris. Die komt aan de buitenzijde naar voren en passeert Andreas Zwageman. Achter Andreas Zwageman in het tweede spoor ligt Banker Transair. Aan de relingzijde volgt Sir Beukenswijk. En daarachter gaat ook makkelijk mee Quarter Session. Die zeven paarden nog dicht bij elkaar en zo gaan ze de rechterbocht door. Met nog altijd een ruime lengte voorsprong voor de favoriet Contador. Contador komt terug van rust en Hugo Langeweg zei, hij heeft werk genoeg gehad. Hij moet het eigenlijk vandaag al direct kunnen. Hij ligt hier makkelijk vooraan en heeft anderhalf, twee lengte voorsprong. Contador wordt gevolgd door Ravenier C. Dan aan de buitenkant Echo de Paris. Daarachter Andreas Zwageman, dan Banker Transair, dan Sir Beukenswijk. En het wacht is ook op het eindschot van Quarter Session. Ze liggen niet zo ver uit elkaar. Zelfs het laatste paard zou nog kunnen winnen op speed. En dat laatste paard is nu het voorlaatste paard, Quarter Session. En zo gaan ze de laatste bocht in. Nog altijd aan de leiding Contador. Aan de buitenkant komt Echo de Paris dichterbij. Echo de Paris ligt inmiddels op een halve lengte. Daar ligt hij precies halverwege de laatste bocht. Contador, Echo de Paris. Daarachter gaat Banker Transair naar de derde plaats. Aan de buitenzijde komt naar voren Quarter Session. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En daar gaat proberen Langeweg Junior te versnellen. Hij blijft niet bij proberen. Contador pakt een lengte. Pakt anderhalve lengte. Echo de Paris blijft redelijk in de buurt. Banker Transair komt iets dichterbij. Maar de kampioen heeft het fantastisch mooi ingedeeld. En wint hier Contador de winnaar. Close voor de tweede plaats, maar die is voor Echo de Paris. En derde is Banker Transair. Vierde Andreas Zwageman.